Mijn naam is Jan van Heijmans, ik ben 54 jaar. Ik uh, woon samen met mijn vrouw. ik heb drie kinderen, twee kleinkinderen. En ik werk sinds uh, 1983 bij Heijmans. Ik heb uh, een jaar of tien uh, alle projecten mogen uitvoeren. Dan uh, vijf jaar uh, voorcalculatie. En uh, na die tijd uh, ben ik actief in de commercie. En uh, dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Dat doe ik ook voor uh, regio Zuid, uh, bijna heel Brabant en uh, Limburg. Nou, Heijmans. Heijmans is actief uh, op het gebied van uh, wonen, werken en uh, verbinden. Nou, je ziet er nog een uh, plaatje van uh, de start uh, van Heijmans. Je ziet hier mijn uh, opa, die is bezig met uh, aanleg van uh, straatwerk. Maar je ziet al een beetje de innovaties waar ik het dadelijk over ga hebben. Dus uh, er werd asfalt met de hand verwerkt, de ma <coughs> materialisatie. Ik ga het met u hebben over. Uh, uh, een stelling die komt zo meteen. Waarom we innoveren. Het uh, proces daarbij. De innovaties uh, waar we zowel mee bezig zijn. Nou, dan uh, de tegenvallers, uh, tips die ik mee kan geven. En uh, nou, tot slot uh, de vragen. Stelling zonder innovatie geen vooruitgang. Ik wil deze stelling uh, aan u meegeven en straks op het einde met u bespreken. Nou, waarom innoveren wij? Nou, er is een klantbehoefte of er is een behoefte van gebruikers. De wereld om ons heen verandert. De maatschappij vraagt een vernieuwende rol van, van bouwers. En uh, je bedrijf wordt meer waard als je een eigen technologie hebt en als je zo producten kunt ontwikkelen. Dan uh, kennisontwikkeling van je bedrijf, creativiteit, dus je bedrijf wordt uh, slimmer. Uh, er zijn uh, nieuwe verdienmodellen, groei, betere marges. Die hebben we allemaal nodig. Want als we eigenlijk in de traditionele wereld blijven werken zoals wij nu werken, ja, dan, uh, dan denk ik dat het over een aantal jaren afgelopen is. En natuurlijk uh, een, ook erg belangrijk, de imagoverbetering. verbetering Nou, hoe werkt het proces? Nou, er, zijn, uh, er zijn heel veel ideeën. Nou, we, we hebben dan een, een innovatieteam. Dan gaan wij de. Haalbaarheid gaan wij bekijken. Daar blijven er weer een aantal van over. Nou, dan gaan we kijken of het technisch mogelijk is enzovoort. Dat zit in die ontwikkeling. Nou, na die ontwikkeling proberen we ergens een pijler te maken. Dus dan krijg je echt de implementatie van een, van een proef. En een proef is nooit mislukt. En dan, als het echt gelukt is, dan kun je het commercialiseren. Nou, we hebben een aantal van ideeën naar praktijk. Uh, smart highway concept. U heeft waarschijnlijk wel eens uh, de wereld draai doorgezien met uh, een gast Daan Rozengaard aan tafel. Wij hebben een samenwerking met Daan Rozengaard en wij ontwikkelen daar heel veel concepten mee. Slim fietspad, meervoudig ruimtegebruik, slim parkeren, sportaccommodatie van de toekomst, een stroomopwekkend geluidsscherm en composiettoepassingen. Nou, daar heb ik enkele voorbeelden. Smart hybrid concept, de glowing Lines. Ze liggen al bij ons. Dat is versie 2.0. Glow in the dark, andere benamingen voor. Temperatuurgestuurde signalering, dus als het kouder wordt, dan kun je met speciale verf, kun je symbolen op de weg laten oplichten. Dus je hebt wel de temperatuurmeter in de auto, maar is die weg wel zo koud? Licht door rijwind, de auto rijdt langs windmolentjes. De stroom wordt opgewekt en het licht gaat branden. Dynamische beleiding. Normaal zijn er drie stroken, maar met speciale LEDs in de, in de asfalt, in de verharding, kun je vier rijstroken maken. Interactieve verlichting, alleen licht waar het nodig is. Rijdend laden met uh, de elektrische auto's, met oplaadapparatuur. Uh, Zou je in een priority lane, dus een weg. Een, een rijstrook speciaal voor die auto's. Je auto al rijden kunnen opladen. Slim fietspad. Je hebt uh, snel fietsverkeer, uh, maar je hebt ook langzaam fietsverkeer. En alles wat daar omheen hangt. Van Gogh fietspad. We hebben het onlangs aangelegd in de buurt van Eindhoven. Het is echt schitterend. Er zitten lichtgevende steentjes in. En uh, ja, ervaren het zelf een keer, zou ik zeggen. Meervaardig ruimtegebruik. Multifunctioneel gebruik van, uh, van openbare ruimte. Slim, slim parkeren. Dus met apps, met andere zaken die je daar heen legt. Sportaccombinatie van de toekomst. Zo werkt het geleidscherm. We gaan binnenkort starten in een bos met dit scherm. Vlakbij het Bosch Bosziekenhuis en Konumillemeen college. Composiet toepassingen. Je kunt een hele zware brug maken, maar je kunt ook een brug maken met een licht wegdek, dus composiet. Deze sluizeren komen bij Tilburg, bij het Wilhelminakanaal. Dat zijn de, worden de grootste sluizeren ter wereld van composiet. En dan het laatste voorbeeldje, Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Nou, dat is niet alleen het ontwerpen, het bouwen enzovoort, maar ook 25 jaar onderhoud en de exploitatie. Dus dat is ook een, een, eigenlijk een innovatie in de contractvorm. Nou, alle tips, financiële haalbaarheid, verandering van de marktsituatie. Te ontwikkeling. Ik zeg altijd, probeer samen met de klant te ontwikkelen. <coughs> Soms met een partner. Je kunt niet alles zelf alleen. Nou, en dan doorontwikkelen is belangrijk. Van 1.0 naar 2.0. Proces goed in de gaten houden. En de proef is nooit mislukt. Nou, dan komen we even terug op mijn stelling. Zonder innovatie geen vooruitgang. Nou, we kunnen, u kunt er nu op schieten of misschien daar bij mij aan tafel. Bedankt.